vroeg of laat worden alle organisaties het slachtoffer van cybercrime. Het is alleen de vraag wanneer. Dit zegt Ricardo Soto Escamilla, directeur van het bedrijf Secured by Design. Om deze kans te verkleinen is er vandaag een bewustwordingsseminar gehouden in de ballroom van Torarica. Dit seminar is speciaal georganiseerd voor het Surinaamse bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de Surinaamse overheid. Soto Escamilla geeft aan wat het specifieke doel is van het seminar. Het doel is eigenlijk om het Surinaamse bedrijfsleven bewuster te maken van de gevaren die er mogelijk zijn op het moment dat we met z'n allen massaal het internet opgaan. Wij zien echt een keiharde behoefte. En het is, op dit moment is het zo dat een heleboel slechte mensen met kwade bedoelingen, die willen maar één ding, dat is geld stelen. En als nooit iemand jou heeft uitgelegd van welke gevaren er zijn en op welke makkelijke manier bijvoorbeeld webcams kunnen worden overgenomen, of dat pasjes, bankpasjes gedupliceerd kunnen worden, of dat er heel makkelijk via het internet aan bedrijfsdatabases gekomen kan worden. Als je dat nooit is uitgelegd, dan snappen wij wel dat de gevaren verschrikkelijk groot kunnen zijn. Soto Escamilla zegt verder dat zijn bedrijf bezig is iedereen bewust te maken over de risico's die onveilig gebruik van het internet met zich mee kunnen brengen. Ik denk dat 80% van de mensen in die zaal op dit moment puur het bedrijfsleven is. Er zitten ook wat onderwijsinstellingen bij, daar zijn we ook mee in gesprek. Er zitten ook studenten bij. In Europa wordt vaak gezegd van bezig zijn met veilige, met de veiligheid, dat is een zaak, was vroeger een zaak voor de IT-medewerkers. Toen was de tendens, dat is een zaak voor het management. Ja, dat is hartstikke goed, alleen wij geloven erin dat bezig zijn met awareness is een zaak voor iedereen. En dat begint eigenlijk al met de jeugd. Vandaar ook dat wij in Nederland ook sessies geven voor 11-jarigen, voor 12-jarigen, voor 13-jarigen. Ja, en dan hebben we het natuurlijk niet over penetratieonderzoeken, hè, maar daar praten we over andere gevaren. Bijvoorbeeld het verkeerd inzetten van social media en welke impact het kan hebben als er rare foto's op het internet worden gezet. En dat foto's niet zomaar gewist kunnen worden en dat het niet normaal is om met ontbloot bovenlijf op het internet tevoorschijn te komen. Het is een zaak voor iedereen. Het begint van bij de jeugd en dat gaat steeds verder tot en met de directies. Ricardo Soto Escamilla, hij is directeur van het securitybedrijf Secured by Design. Hoewel veel bedrijven zich inmiddels wel bewust zijn van de gevaren van cybercriminaliteit, is het voor hen vaak nog een uitdaging deze bewustwording onder het personeel te creëren.